in een windmolen met een GFT-bak in plaats van industriool. Aan de achterkant van mijn huis, ver abuis, had ik een riolering in mijn lichaam. En die is ontstaan door de chemische reacties in mijn hoofd. De goede vredesactivisten zijn beroofd, even los van het kwade. Ook al protesteren zij in alle wereldtalen, in alle werelddelen, het kan me geen volk schelen. Maak jou wat wat naar uit, je mag mijn windmolen hebben en gaan delen met die geitenwolle sokken. En elkaar opgefokken over het milieu, ga maar luisteren naar Armando van Regieu. Of maar zelf 1-2, want dan red je levens mee.